De wereldeconomie glijdt nu af in een diepe recessie en het vertrouwen van gezinnen en bedrijven wordt heel zwaar op de proef gesteld. Dat is nog meer zo in de dienstensector dan in de verwerkende nijverheid. Ook niet verrassend, want hele sectoren draaien nu maar op halve kracht of zelfs nog minder. Denk aan het toerisme, de horeca of de luchtvaart. En dat zal ook nog voor minstens weken zo blijven, wat impliceert dat de economische cijfers eerst slechter zullen worden vooraleer ze tekenen van beterschap zullen laten zien, allicht later dit jaar in de tweede jaarhelft. Maar dan nog is het opletten geblazen, want als topvirologen ons zeggen dat het virus zijn tour du monde kan maken en enkel een vaccin soelaas kan brengen, finaal soelaas kan brengen, wel, dan betekent het dat we rekening mee moeten houden dat de economische activiteit nog minstens een jaar onder druk kan blijven. Overheden proberen intussen indrukwekkende steunmaatregelen te ontrollen. Denk bijvoorbeeld aan wat we nu zien in Duitsland of in Frankrijk. Het gaat om pakketten van ettelijke procenten van het bruto binnenlands product. Met de duidelijke boodschap dat er nog meer kan gedaan worden indien dat nodig is. Vanuit Europa zelf, denk ik, mag er gerust nog meer komen. Daar zijn ze nu druk in overleg. In Amerika hebben we recent ook duidelijke boodschap gekregen dat er een pakket van 2000 miljard dollar, zo'n 10% van het bruto binnenlands product, is overeengekomen en dat dat de volgende weken in die Amerikaanse economie wordt gepompt. Heel belangrijk. En ja, dat betekent ook dat die tekorten zwaar in het rood zullen gaan. Overheidsbegrotingen zullen misschien wel oplopen tot 10% van het BBP en meer. Oké, dat is dan maar zo nu. Die budgettaire bekommernissen zijn voor later. Over die financiering moeten we ons ook nu geen zorgen maken. Het zijn de centrale banken die nu heel duidelijk zeggen tegen die overheden: oké, spendeer wat je wilt. Wij zullen ervoor zorgen dat jullie ten allen tijde toegang blijven hebben tot goedkope financiering. Centrale banken doen ook nog meer. Ze kopen dus niet alleen overheidsobligaties op, maar ook hypotheekgerelateerde obligaties, zoals in Amerika, of bedrijfsobligaties en ook nog korte termijn rentedragend papier. En wat ze ook doen, is op massale wijze herfinancieringsoperaties op touw zetten richting het commerciële bankwezen, om op die manier proberen voor te zorgen dat commerciële banken hun kredietverlenende rol naar gezinnen en bedrijven, dus naar de reële economie, ten volle blijven spelen. En voorlopig zien we die eerste resultaten als positief in. Maar het is echt wel die wisselwerking, die intense wisselwerking tussen centrale banken en regeringen die echt cruciaal is om zo goed als mogelijk te beletten dat een kortstondige, hopelijk diepe recessie, want dat is het, die kunnen we niet meer vermijden, alsnog uitmondt in een langdurige depressie, ook met de hoog oplopende en langdurige werkloosheid en aanhoudende risicoaversie. Het is echt belangrijk dat we koste wat kost dat scenario vermijden.